Nou, het lijkt erop dat het service weer tegen de muur is gegaan in Nichtenvecht. Erland Galjaard, ook wel bekend als DJ Erry en de man die alweer een decennium in zijn midlife crisis zit, schijnt de echtelijke woning te hebben verlaten. Waar Wendy van Dijk hem naartoe heeft gestuurd, naar een vrijgezellen appartement in Rotjeknoor. Althans, dat stelt de story. Erland heeft een verschrikkelijk duur appartement gekocht aan de Rotterdamse Willemskade. De advertentie staat nog op Funda en de foto's liegen er niet om, het ziet er allemaal prachtig uit. Vanuit zijn woonkamer ziet er straks de Maas, de Erasmusbrug en belangrijker nog, geen Wendy van Dijk. Nou ja, dat, wie deze week bij de tandarts zit en met een schuin oog naar de bladen kijkt, ziet het stelletje groot op de storycover staan met de schreeuwkop: wat speelt er in onrustig huwelijk Wendy van Dijk? Een definitief antwoord is er niet, maar het ziet er allemaal niet goed uit. Een huwelijkscrisis, denkt G Johan Derksen begrijpt niet dat hier een markt voor is. Ik word ochtends wakker en dan neem ik de kranten door en kijk ik op internet naar al het nieuws. En iedere ochtend word ik werkelijk ondergesneeuwd door relationele problemen die me geen reet interesseren, briest hij aan tafel in vandaag, wie er allemaal met elkaar overhoop liggen. Die Old Jay is nou alweer uitgekeken op die discjockey, die Prins van Monaco heeft het moeilijk, ene Emma Heesters heeft haar verkering uit, maar ik weet voor God niet wie Emma Heesters is. De familie Hazes zit met z'n allen aan het zwembad, dat is weer vijf minuten goed, en het gaat maar met er en Wendes. Erland heeft een huis gekocht in Rotterdam en schijnt ook zijn vrouw te verlaten. Ik wil daar niet mee lastiggevallen worden. En nu bij de aankondiging van Show -news komt het allemaal weer langs. Het wordt aangekondigd als groot nieuws, maar het is geen nieuws. Het is vroeten in andermans ellende, het is on... Wilfred Genee vindt dat allemaal wel meevallen. Hij wijst erop dat onze BN'ers drie selfies per dag plaatsen als alles goed gaat, maar de luiken dichtgooien als het even minder gaat. Die mensen zetten het ook allemaal zelf op Instagram.